Goedemiddag dus. Nogmaals, hartelijk welkom op deze ronde tafel over burgerwetenschap in het domein van de luchtkwaliteit. Mijn naam is Sarah de Slover, ik ben journaliste voor Brus en ik ben vandaag jullie moderator. En ik zal jullie even de leden van het panel voorstellen. Aan jullie linkerkant begin ik met Dirk Jacobs van de ULB, socioloog. Fran Laurix van de Universiteit Antwerpen, die mee het project Curieuzeneer, hebben opgezet. Raf Pauli van Bral en Pierre Dornier van burgerbeweging Les Chercheurs d'Air. Bienvenue à tous à cette table ronde sur la science citoyenne dans le domaine de la qualité d'air. Je m'appelle Sarah de Slover, je suis journaliste pour Brus, les médias néerlandophones à Bruxelles, qui ont été impliqués en tant que partenaires médias dans le projet Curieuzeneer, dont nous parlerons plus tard. Ici, sur le podium, je vais vous présenter les membres du panel. De votre côté gauche, il y a Dirk Jacobs, sociologue à l'ULB, Fran Laurix de l'Université d'Anvers, Raf Pauli de Bral et Pierre Dornier des chercheurs d'air, les chercheurs d'air. Bienvenue, je vais d'abord laisser présenter les membres du panel eux-mêmes et aussi leur projet. Et je vais commencer avec Pierre Dornier. Dus ik laat nu eerst Pierre Dornier van Les Chercheurs d'air zijn organisatie voorstellen. Daarna zullen ook de anderen dat doen. En dan geef ik weer even het woord aan jullie, als jullie al op dat moment vragen hebben. Merci. Merci, merci Sarah. Ça fonctionne avec cette petite manette pour les... Curieuzeneer. Al een kleine voorafbeschouwing. Voilà, ok, très bien, merci. Alors, merci Sarah, merci au BSI pour l'invitation. Je vais commencer par un petit jeu. Je vais me taire pendant 30 secondes, je vais faire le silence pendant 30 secondes, et ensuite je vais vous poser une question en rapport avec ce temps de silence, vous allez comprendre. Alors, je commence les 30 secondes maintenant. Il reste 20 secondes. Dix secondes. Et voilà, il y a 30 secondes qui viennent de s'écouler. Ma question, c'est est-ce que vous avez une idée du nombre de litres d'air que vous avez respiré pendant cette période de 30 secondes? Aucune idée? 18 litres, c'est beaucoup quand même. Non, c'est moins que ça. C'est en 30 secondes, on respire 5 litres, ce qui est déjà énorme. Hein. Sur une journée, en 24 heures, l'estimation, c'est 15 000 litres. Donc, ça veut dire que si l'air qui nous entoure est pollué, très rapidement, on va s'intoxiquer à des niveaux qui sont... différent en fonction du niveau de pollution de l'air, mais on n'aura pas d'autre choix que de s'intoxiquer. Donc ce qu'on aimerait bien savoir, c'est quelle est la qualité de l'air que je respire quand je suis à XL à 13h, quand je suis à Molenbeek à 16h. Voilà, qu'est-ce que je respire de manière assez précise. À Bruxelles, et probablement dans d'autres villes d'ailleurs, c'est très difficile, voire impossible, d'avoir cette réponse.
Donc, on s'est dit, il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, on va essayer de répondre à cette question. On va monter une association pour analyser la qualité de l'air à Bruxelles et essayer d'aider la population bruxelloise à mieux comprendre ce qu'elle respire et à mieux comprendre ce qu'elle peut faire pour se protéger de cette pollution de l'air. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'on respire? Il y a, à notre avis, deux options. La première option, on va dire que c'est l'option officielle. On va aller chercher les données officielles. À Bruxelles, en l'occurrence, on va aller voir ce que produit Bruxelles Environnement. On va analyser ces données, on va les mettre ensemble et on va les transformer en messages, en communication à destination du grand public. Le problème qu'on a, nous, avec cette approche, c'est que les données officielles, elles ne sont pas nécessairement, à notre avis, représentatives de la qualité de l'air à Bruxelles. Principalement pour deux raisons. Une première raison, c'est que, encore une fois, à notre avis, il n'y a pas assez de stations de mesure à Bruxelles. Et la deuxième raison, c'est que ces stations de mesure ne sont pas toujours placées de manière représentative. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas nécessairement là où il y a le plus de pollution de l'air, par exemple. Donc on s'est orienté vers une deuxième option qu'on va appeler l'option citoyenne, utiliser la science collaborative pour produire des données en plus des données officielles. Alors, une parenthèse, notre objectif, ce n'est pas de remplacer les données officielles, c'est bien de les complémenter avec des données citoyennes. On voit deux grands avantages à l'approche citoyenne. Le premier avantage, c'est que ça permet de créer des données en quantité beaucoup plus grande qu'avec la science conventionnelle, parce que la science collaborative coûte moins cher. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet d'impliquer la population, ce qui, à nos yeux, est un énorme avantage, un énorme intérêt, puisque les participantes et les participants, en étant impliqués, se sentent plus concernés et vont donc être plus vont être plus faciles à sensibiliser et vont se mobiliser de manière plus rapide. Donc on a décidé fin 2020 de passer de cette théorie à la pratique. On a lancé une grande campagne de science collaborative. On a créé 130 points de mesure. On les a activés pendant une période de 12 mois, d'octobre 2020 à octobre 2021. C'était la première fois en Europe qu'une campagne de science collaborative de ce genre était mise en place sur autant de points et sur une période aussi longue, une année complète. On a trois enseignements principaux qui sont ressortis de cette campagne. Le premier, ce n'est pas une grande surprise, c'est que la pollution de l'air à Bruxelles est toujours importante. Sur les 130 points de mesure, donc pendant ces 12 mois, aucun n'était en dessous de la recommandation de l'OMS, Organisation mondiale pour la santé. Le deuxième enseignement, c'est que les écoles ne sont pas épargnées par cette pollution. Il y a 70 écoles qui ont participé à notre campagne. Toutes étaient au-dessus de la recommandation de l'OMS. Alors certaines étaient juste au-dessus, Watermal-Boisfort, loin du trafic, elles étaient à 10, quelque chose. Mais il y a certaines écoles qui étaient plus de 3 fois au-dessus de la recommandation de l'OMS, qui est inacceptable. Donc ça montre qu'il faut absolument mettre la priorité sur la protection des écoles, parce que, je suppose, comme vous le savez, les enfants sont particulièrement vulnérables à la pollution de l'air. Et la troisième, le troisième enseignement, c'est que ce genre de grande campagne de science collaborative permet de sensibiliser un très grand nombre de personnes. Il y a plus de 50 articles qui ont mentionné notre campagne, presse locale, presse nationale, radio, télé, presse écrite, ce qui nous a permis d'atteindre des centaines de milliers de personnes avec nos messages sur il y a trop de pollution, voici les solutions concrètes, élus, faites quelque chose. Et la dernière chose que je vais dire après j'aurai terminé, c'est que grâce aux données qu'on a produites pendant ces 12 mois, les institutions comme Bruxelles Environnement par exemple, mais probablement certaines universités aussi,
peuvent améliorer leur système de modélisation de la pollution de l'air, puisque ils bénéficient d'un nombre de points de référence beaucoup plus important que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Je crois qu'il y a 11 ou 13 stations qui mesurent le dioxyde d'azote à Bruxelles. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai terminé. Merci. Hallo, ik ben Fran, ik ben van Universiteit Antwerpen. Ik ga vandaag de presentatie doen in het Nederlands, maar ik heb mijn best gedaan om Franse slides te maken. Als ze niet helemaal juist zijn, désolé. Maar ik ga praten over curieuze nair. En de eerste vraag is uiteraard... Vooruit, altijd vooruit gaan. Oké, okay, wat is curieuze nair? En curieuze nair, het stond eigenlijk al op de vorige slide, was het grootste burgeronderzoek ooit naar luchtkwaliteit in Brussel. Dat is het samengevat in ene zin. En je zou je misschien kunnen afvragen, de luchtkwaliteit, we kennen dat toch allemaal al wel? Dat is gewoon één cijfer en daarmee basta. Maar dat is eigenlijk niet zo, want luchtkwaliteit verandert... altijd. Dat gaat anders zijn in de zomer dan in de winter. Dat is anders tijdens de ochtendspits dan op de middag. Dat is anders in een weekend of in de vakantie als op een weekdag. Maar dat is iets dat wij niet hebben onderzocht, maar wat Le Chercheur d'Air heeft onderzocht en wat ook Leefmilieu Brussel onderzoekt. Dus hier zie je een grafiekje van een van de meetstations van Leefmilieu Brussel. Die meten continu luchtkwaliteit. Dus elke 5 seconden of elke halve minuut komt daar zo'n datapunt binnen. Maar wat wij wel hebben onderzocht, is hoe dat luchtkwaliteit verschilt tussen verschillende plaatsen. Want dat is ook niet hetzelfde. Luchtkwaliteit is anders in het Soniewoud dan op de Grote Markt. Inderdaad, dat is een logische gezichtsuitdrukking. Logisch, maar dat is wel zo. Uw afstand tot uw bron bepaalt uw luchtkwaliteit. En ook een beetje uw opbouw van uw straat. Als je in een straat ziet waar dat de lucht heel moeilijk kan passeren, dan blijft uw vervuiling daar hangen. En is de luchtkwaliteit daar slechter. En dat wouden we eigenlijk meten. Wat is de luchtkwaliteit in de straten van Brussel? We hebben daar al wel modellen voor. Dus hier zie je het model van hoe dat de luchtkwaliteit in Brussel zou zijn. Groen is goed, blauw is goed, maar rood is slecht. Dat is allemaal redelijk logisch. Maar dat is een model. Dat is gebaseerd op berekeningen. Op die paar meetstations van Leefmilieu Brussel. Op de data die we hebben van het aantal auto's dat passeren. Maar een model, berekeningen, we moeten dat ook kunnen testen. En zijn die berekeningen correct? En dat wouden wij meten met curieuze nair. We hebben het altijd over luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit bestaat uit heel veel verschillende dingen. Je hebt fijn stof, dat kennen heel veel mensen. Mensen zijn daar uiteraard en terecht heel bezorgd over. Dat kennen we vooral van mensen die kachels met hout. Dat wordt daar de traditionele boosdoener gezien. Ik zal u zeggen, dat hebben wij niet gemeten. Dan heb je ook CO2, die heel actueel is als het gaat over klimaatverandering. Komt CO2 uitgebreid aan bod? Ik zal eerlijk zijn, dat hebben wij curieuze nair niet gemeten. Wat hebben wij wel gemeten? Dat is NO2, stikstofdioxide. En dat is een stof die heel vaak gelinkt wordt aan verkeer. Dus verkeer is een hele belangrijke bron van NO2-uitstoot en heeft ook een heel groot effect op onze gezondheid. Dus bij te hoge concentraties gaat dat een effect hebben op onze ademhaling en onze longfunctie. Dus die hebben wij met curieuze nair wel gemeten. Over die andere kunnen wij niks zeggen. Dus we gaan daar eerlijk over zijn, dat brengen wij in kaart. En we hebben dat gemeten, misschien zitten er hier deelnemers in de zaal of mensen die het hebben zien ophangen, met zo'een bord dat aan de ramen werd opgehangen. En in de neus van dat bord zaten 2 meetbuisjes. En door die te openen werd er eigenlijk NO2 opgevangen en konden we daar een gemiddelde waarde van bepalen. We hebben zo 3000 kits verspreid over Brussel. Voilà, 3000 kits, dat zijn 3000 locaties.
3000 mensen die zeggen dat ze dat willen ophangen. En die zijn we gaan zoeken in samenwerking met mediapartners. Bruce was er daar eentje van, De Standaard ook, Le Soir ook. We hebben advertenties opgehangen in de metro. We waren op sociale media heel aanwezig. En we zochten zo 3000 punten verspreid over het hele gewest. Dus zowel bij mensen die woonden aan een hele drukke straat als bij mensen die woonden aan de rand van het Soniewoud. En we zijn eigenlijk altijd vertrokken met een positieve, leuke boodschap. Hè? Wil jij ook weten in wat voor omgeving dat jij, wat de luchtkwaliteit is in de straat waar jij woont of sport? Op een gegeven moment zelfs een mail gekregen van mensen die zeiden, kunnen jullie nu stoppen met zo positief te zijn? Want als dat hier niet positief is, ik wil het misschien niet weten. En we zeiden, ja, maar we willen wel met die positieve boodschap vertrekken. Want we vertrekken met iets van, zijn de curieus. Hè? De curieuze neer komt uiteraard daarvan. Buiten die meetpunten waren er ook een aantal wetenschappelijke meetpunten, bijvoorbeeld bij die meetstations van Brussel. We zijn ook op plekken gaan meten waar we verwachten dat de luchtkwaliteit goed is. Dit is in de tuin van onze koning, maar we zaten ook in het Soniewoud. En dan waren er ook meetpunten, maar ik ga daar niet over babbelen, want Raf gaat daar niet over praten. Die Bral, die ook mede initiatiefnemer was, heeft begeleid en geïnstalleerd. Maar dat is al een beetje een tipje van de sluier voor strekjes. En zo waren we uiteindelijk bij bijna 6000 meetpunten. Er staat 5000 op de slide, maar het waren er 6000 mensen die zich kandidaat hebben gesteld. En daar zijn wij er 3000 van gaan selecteren. Op welke basis hebben we dat gedaan? Enerzijds hebben we gezegd, oké, we willen een sociale impact hebben. Dus als scholen zich kandidaat hebben gesteld, dan mochten die uiteraard automatisch meedoen. Hè. De punten van Bral werden ook automatisch geselecteerd. En daarnaast gingen we op zoek naar een optimale verdeling over het gewest. Dus zowel drukke straten als kalme straten, die werden voorgestoven om zo een dataset te hebben die representatief was voor het hele gewest. Mensen moesten dat dan ook bevestigen. En dan door een vragenlijst in te vullen en ook een bijdrage te leveren. En dan waren ze een officieel meetpunt. En zo zijn wij naar onze 3000 kandidaten gegaan. En dan konden we starten. En zo zag dan een traditioneel nachtwinkel in Brussel eruit. Als die nachtwinkel toevallig ook een DPD-punt was. Want daar lagen... Want zo werden onze pakketten verspreid. Mensen kozen een DPD-punt en konden het dan in een weekend gaan halen. En dat leverde soms wel zotte taferelen op. Hè. Dus tot mensen die er met hun fiets toekwamen en dat die mensen zeiden, ah, het is voor dat onderzoek van de luchtkwaliteit zeker. En dan moest je daartussen je pakketje gaan zoeken. In dat pakketje zat eigenlijk alles wat je nodig had. Je meetkit zat daarin, een handleiding zat daarin en kon eigenlijk met die kit eigenlijk aan de slag om te installeren. En dat was eigenlijk ook alles, want er zat ook een retour-envelop in, dus dan hadden wij onze buisjes terug. Voor de rest ging al onze communicatie met onze deelnemers eigenlijk altijd via mail. Ook als er nog vragenlijsten ingevuld moesten worden, kregen mensen een mail met een link en dan kwamen ze bij hun vragenlijst terecht. En dat was ook heel belangrijk. Hè. Dus de enige communicatiemiddel dat we hadden was mails, was nieuwsbrieven. Dus in totaal hebben we 105.000 mails verstuurd naar onze deelnemers. We probeerden uiteraard ook om op onze website zoveel mogelijk informatie te verspreiden op de frequently asked questions. Maar daar komen we uiteraard op andere manier ook nog wel binnen. Heel kort dan even de resultaten, want misschien hebben jullie die wel zien passeren. Afgelopen maand, het is ongeveer een dikke maand geleden dat we de resultaten hebben gelanceerd. Mensen konden zelf hun resultaat aanduiden op hun resultatenposter en die buiten hangen. En we hadden een interactieve kaart waar je eigenlijk de luchtkwaliteit van Brussel kan bekijken. Die is nog steeds beschikbaar op de websites van onze mediapartners. Maar ik ben even gaan inzoomen, want ik kwam natuurlijk niet in Brussel zonder eerst op te zoeken wat de luchtkwaliteit was hier in de straat waar we ons nu bevinden. Die was redelijk goed, hè. Dus we zitten aan de blauwe pijl ongeveer. En hier in de straat waren er nog 2 meetpunten. De een zat ergens tussen de 20 en de 30. En dat blijkt eigenlijk ook overeen te komen met de gemiddelde waarde die we meten in Brussel. Dat 24 microgram per kubieke meter is. En als we een beetje voorspellingen maken, dan zien we vooral ook dat de luchtkwaliteit de afgelopen jaren enorm is verbeterd. Hè. Dus dat corona speelt daar uiteraard een rol in, maar ook wel beleidsmaatregelen ook.
Nu, ik noem er altijd cijfers, en Pierre heeft er ook er juist genoemd. Hè, dus het eentje is die 10 microgram de kubieke meter, en dat is hetgeen wat de Wereldgezondheidsorganisatie naar voren schuift. Hè. Dat is de richtwaarde. Boven die waarde kunnen er gezondheidseffecten optreden. En dan heb je 40 microgram de kubieke meter, en dat is eigenlijk de Europese norm. Hè. Dus Europa zegt nu, er mag niemand wonen of leven in een omgeving waar de concentratie hoger is dan 40. Op 1,4% van de locaties, en dat komt ook overeen met die bijna 17.000 Brusselse inwoners, is die norm nog vandaag wel overschreden. En dan die van 10 microgram de kubieke meter, die werd in 1,6% van de gevallen gehaald. He, dus de rest zat daar dan boven. Nu heb ik er een slide van Dirk ook tussen gestoken. Excuses, Dirk. Want we zijn ook gaan kijken van oké, hoe is die luchtkwaliteit verdeeld in Brussel? En die is niet gelijk verdeeld. Hè. Als je ziet, de goede luchtkwaliteit bevindt zich eigenlijk in de periferie en de slechte luchtkwaliteit in het centrum. En daar zit ook wel een heel sociologisch verhaal naast. Dus als je dan kijkt naar de wijken waar de slechtste luchtkwaliteit werd gemeten, zijn dat ook de wijken waar het gemiddelde inkomen van de mensen het laagste is. Dus daar zou je eigenlijk een mag het geen mooi verband noemen, maar een relevant verband kwam er wel heel duidelijk in voor. En dat is ook hetgeen dat wij ongeveer een dikke maand geleden gecommuniceerd hebben. Dus ik denk dat dat een notendop is van Curieuze Nair. Waar daaraf nu nog op verder gaat gaan, vermoed ik. Ik zal meteen inpikken. Oké. Okay. Dus goedenavond. Ik ben dus. Goeiedag, goedenavond. Dat is zo gewoon. Ik ben dus RAF-coördinator van BRAL. Jullie hebben dus straks Tim al aan het woord gehoord. Hij heeft ook al heel veel verteld wat wij doen rond luchtkwaliteit. Het verhaal van Fran wordt echt de basis van de campagne. Dus ik ga een aantal dingen aanvullen. Want de dingen die voor ons belangrijk waren in dat project, waarom dat we daar zijn ingestapt en waarom dat we mee hebben opgericht. Voor de mensen die BRAL niet kennen, we zijn een stadsbeweging die volgend jaar 50 jaar bestaat in Brussel. En onze strijd in Brussel is altijd voor een duurzame, leefbare, solidaire stad. Dus een stad die voor iedereen leefbaar is. En wij leggen ons toe op een heel breed gamma aan thema's, van mobiliteit tot stadsplanning, participatie, inspraak in beleid. En dus ook luchtkwaliteit. Omdat wij enkele jaren geleden, daar ga ik ze even meer over vertellen, te vaststellen kwamen dat dat echt een belangrijk probleem was met een grote sociale ongelijkheid daarin. Dat we bovendien ook kunnen gebruiken als hefboom om aan betere, leefbaardere wijken in de stad te werken. En dus daar wil ik iets over vertellen. Dat komt eigenlijk door die vaststelling, dat is recent onderzoek, maar we waren daar met BRAL ook al een tijdje rond bezig. We stelden ons de vraag van, ja, wat stellen we vast rond luchtkwaliteit in Brussel? We weten dat dat slecht is, maar hoe wordt dat beleefd door mensen? Wat zijn de verschillen in de stad? En dit was een vaststelling die voor ons heel belangrijk was. En dat was het idee van, ja, mensen in kwetsbare posities, mensen in meer armere wijken, worden veel geconfronteerd met een slechte luchtkwaliteit, maar hebben daar niet altijd de kennis van en niet altijd de middelen om zich te mobiliseren om daartegen te reageren. Hoe kun je daarmee omgaan? Welke rol kan BRAL daarin spelen? Dus zijn we daar stilaan over beginnen nadenken, hoe we dat doen. Ik ga die kaart niet toelichten, want Dirk gaat dat zelfs ongetwijfeld doen. Je ziet al die Curieuze Nair-partners, die verwijzen voortdurend naar elkaar. Hè. Dat is heel goed. Dus wat zijn wij gaan doen? En dus eventjes voor Curieuze Nair. Ik heb die boekjes ook bij. Ik heb hier een zakje staan. Ik zal ze zelfs nog uitdelen voor degene die wilt. We hebben twee projecten op een bepaald moment ontwikkeld. Expert en Aircasting Brussels. Dat was eigenlijk op kleine schaal, met meetapparatuurtjes, in wijken de luchtkwaliteit gaan meten. Of de route die mensen met de fiets nemen, of de route die mensen te voet nemen, of in de metro gaan nemen. En dus met groepen aan de slag gaan om te gaan zien, ja, welke verschillen zien we en wat betekent dat? En we zijn daar niet naartoe gegaan met, hier is een toestel, meet dat en kom terug met de data. Iets dat bijvoorbeeld Curieuze Nair wel veel meer doet. Dus je ziet daar een beetje een schaal in verschil van citizen science. Van veel meer participatie in de zin van ook bepalen wat de vragen zijn, tot een wat meer passievere vorm, het aanreiken van data. Ook belangrijk, hè? Maar dat is wij komen van de hoek van veel meer inspraak en participatie in citizen science.
Dus mensen konden echt aanreiken aan ons, dat willen wij weten en daarom willen we dat weten. Het verhaal dat Tim daar straks ook al vertelde, waarom zijn we hier aan het meten? En hoe kunnen we daar een collectief actie rondbouwen? Dus met Expert en Aircasting hebben we dat geprobeerd te doen met verschillende groepen in verschillende locaties. In het stadscentrum, in Molenbeek, in Woluwe ook, dus op verschillende locaties in Brussel. En dan het contrast ook door groepen samen te brengen, het contrast te bespreken en te zien wat we daaruit kunnen leren. Het goede daaraan is in Brussel, is dat je dat nooit alleen doet. We hebben een, chef Jardair kan ervan meespreken. We zitten in een stad met een heel sterk en een heel actief middenveld rond luchtkwaliteit, die elkaar ook versterken en helpen. Dus als we het hebben over hoe heb je impact, wel, daar heb je impact door. Door zo'n beweging, door vanuit verschillende invalshoeken, door verschillende bewegingen op die publieke agenda te gaan. En ik denk dat we daar als Braal heel veel geluk mee hebben gehad, dat we goede partners hebben gevonden, dat we anderen hebben kunnen helpen, dat we elkaar hebben kunnen ondersteunen. We hebben daar een overzichtje van proberen te maken op onze website, van ja, wat waren zo belangrijke momenten de afgelopen jaren. Voor Braal zelf begon dat al met de strijd tegen de verbrandingsoven in Neder-Overeenbeek. Dus we hebben daar een heel lange geschiedenis mee, maar we hebben zo de laatste jaren proberen samen te vatten. En het is eigenlijk vanuit die beweging en die ervaring met Expert en Aircasting dat we in contact zijn gekomen met Bloomberg Philanthropies, die Curiosinair heeft gefinancierd. En vandaar ook dat ik denk dat Curiosinair die toevoeging heeft van het traject van Braal, dat in het Vlaamse project Curieuze Neuzen niet zat, is dat we aan de praat zijn geraakt met de Universiteit Antwerpen, met de financierder Bloomberg, dan is Leven Nu Brussel erbij gekomen. En wij hadden van begin af de vraag, wij willen wel die focus op die sociale ongelijkheid kunnen blijven houden. Dus hoe zorgen we dat we mensen kunnen doen deelnemen die we met Le Soir, de standaard enzovoort, niet gaan bereiken? Dus hoe kunnen we dat aanpakken? Want als we dat niet doen, dan gaat het voor ons een beetje voorbij zijn doel. Dat moet ook kunnen. Het moet niet alleen dat zijn, maar dat moet ook kunnen. Dus we willen een beetje de kracht van de mediacampagne combineren met zo de kleinschalige, meer collectieve mobilisatie. En daarvoor hebben wij dan binnen het kader van Curiosinair ateliers georganiseerd. Wij noemen dat ateliers georganiseerd. We zijn naar verschillende buurten en medische huizen geweest, buurthuizen geweest, waarvan we wisten, hier gaat de luchtkwaliteit wel waarschijnlijk slecht zijn. Hè? De Croissant Pauvre in Brussel, die we allemaal wel kennen, zich dicht bebouwd, dicht bevolkt, armere wijken. Dat is ook uit de resultaten gebleken. En we zijn contact gaan zoeken met de buurtwerkers daar, of de medische werkers. Kunnen we met jullie doelpubliek werken rond die luchtkwaliteit? En kunnen we jullie doelpubliek in die campagne krijgen, hen laten inschrijven en actief mobiliseren om ook in zo'n grote mediacampagne mee te gaan? En dan nu, na de resultaten, gaan we terug met de resultaten en die bespreken en kijken waar komt dat vandaan, wat kunnen we daaraan doen, hoe kunnen we ons organiseren, wat is er nodig van beleid, dus dat we terug de wijken intrekken. Dat is de stap, de toevoeging eigenlijk die wij doen aan Curiosinair, die anders er niet in zat. Nadeel is, de campagne verliep een volle COVID-tijd, we moeten het altijd zeggen. Ze hadden echt een doelstelling van minstens 20 organisaties, het zijn er uiteindelijk 11 geworden. Ik vind dat jammer, maar bon, collectief werken als je niet samen kunt komen, is zeer lastig. Dus dat is wel jammer, maar ik hoop dus nu wel dat we met de resultaten alsnog terug kunnen gaan en misschien nog andere mensen kunnen bereiken, ondanks dat men niet zelf heeft kunnen meten, wel nog altijd de vraag had kunnen stellen. En dus je ziet, je moet niet altijd de data kunnen aanleveren, je kan ook gewoon input geven en zeggen, maar waarom is dat voor mij belangrijk? Dus die stap willen we nu wel verder zetten met Braal. En dan had ik eventjes als afsluiter, wat is dan het volgende voor ons? Waarom hebben we hebben nu Curiosinair gedaan, Expert, Aircasting enzovoort. Voor ons past dat altijd binnen zo het ontwikkelen van een stadsvisie. En je kan die publicatie ook op onze website vinden. Dus dat is leefbare wijken maken, maar ook mobiliteit en luchtkwaliteit gebruiken als hefboom om te wegen op zo'n beleid. Want om dat te verbeteren, die luchtkwaliteit, moet je gaan werken aan mobiliteit, moet je werken aan gezondheidszorg, aan sensibilisering, moet je heel wat publieke diensten die er bestaan veel meer gaan democratiseren. Dus er is heel veel werk te doen en door zo één eenvoudig thema, ik bedoel eenvoudig als een afgeleid, kan je echt een heel politiek debat op gang brengen. En dat is wel waar we de komende jaren in verder zullen werken. Dankjewel. Dankjewel. Ik zou misschien eerst willen vragen of er nog... zijn er nog vragen uit het publiek na deze presentaties? Est-ce qu'il y a déjà des questions du public pour les membres du panel? Désolée de vous interrompre, ils vont vous fournir avec un microphone. Merci. Oh.
Je me demandais, pour les chercheurs d'air, ce que vous avez mesuré et où, enfin peut-être que vous l'avez dit, mais si c'était juste les NOx ou aussi les particules fines et si c'était en intérieur ou en extérieur. Et j'avais une question pour vous. Il y a, peut-être vous l'avez dit, mais je n'ai pas tout compris avec le néerlandais, mais vous dites qu'il y a une grosse évolution dans la... Je peux, française ouais. Okay. Depuis 2008, je crois. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce qui a induit cette évolution et aussi comment on le sait, parce qu'il y a déjà eu quelque chose d'aussi grand que Curiosoner il y a 10 ans qui nous permet de voir, parce qu'il y avait aussi beaucoup de points sur la carte. Donc. Merci. Donc on a mesuré le dioxyde d'azote seulement, on n'a pas mesuré les particules fines ou d'autres polluants. Et toutes les mesures étaient en extérieur. Donc pour les citoyennes et citoyens, alors ça, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais donc on avait une cinquantaine de points qui étaient gérés par des citoyennes et des citoyens. Donc les tubes, c'était la même chose hein, que ce que Curiosoner a présenté. Les tubes étaient installés dans la rue vers la telle et les gens. Et pour les écoles, les tubes étaient installés dans la cour de récréation, qui est donc à l'extérieur, là où ils passent plus de temps. Mag ik in het Nederlands of in het Engels? Ik kan ook, maar in het Frans gaan. Oké. Okay. Die kaart van de verschillende jaren. Het is belangrijk om te weten dat dat geen metingen zijn. Dus we hebben niet gemeten in 2010 en 2015. Maar we hebben wel van Leefmilieu Brussel de continue data van die jaren. Op die verschillende locaties van die meetstations. En we hebben die data vergeleken met de data van onze buisjes op die locaties. En zo eigenlijk een aparte ja, reconstructie gemaakt van hoe dat het op al onze Curiosoner locaties er had uitgezien in al die jaren. Dus dat is niet 100% correct, maar het geeft wel een beeld van hoe Brussel er qua luchtkwaliteit toen had uitgezien. Zijn er nog meer vragen? Heb je d'autres questions? Oui. Ik weet niet waar de microfoon naartoe is. Misschien moeten we die nog... Komt eraan. Il arrive. Merci. J'avais une question. Donc, les participants ont payé pour avoir leur petit pot et le petit pot envoyé. En dehors d'avoir accès aux résultats via les médias, est-ce qu'ils ont eu une... gratification autre qui était offerte, par exemple un événement pour leur présenter ou ce genre de choses. Ja, dus bij Curiosoner, het stond heel duidelijk op de slides, is er effectief betaald. Dus we hebben gevraagd aan de deelnemers om een vrije bijdrage te geven vanaf €5. Dat was een hele bewuste keuze. Omdat we zien dat in andere citizen science onderzoeken heel vaak mensen zich inschrijven en wel de engagement tonen bij het begin. Maar als het dan puntje bij paaltje komt, niet naar een DPD-punt gaan om dat op te hangen, niet hun online enquêtes in te vullen, waardoor dat er eigenlijk achteraf heel veel uitval is. Dus in heel veel citizen science onderzoeken is er op het einde van alle data misschien 50, 60, 70% bruikbaar. En we zien dat bij Curiosoner gaat richting 80, 90%. Gewoon door op het begin aan mensen te vragen, oké, geef een bijdrage vanaf €5. De data op het einde is wel gratis beschikbaar voor iedereen. Dus iedereen kan wel kijken van oké, wat heeft mijn buur gemeten of mijn overbuur of drie huizen verder. Maar als je zelf wou deelnemen, vroegen we wel een bijdrage. Dus de mensen die deelgenomen hebben zij behalve hun resultaten nog iets anders? Er is geen groot event geweest achteraf. Dus we hebben dat even overwogen, maar er komt wel nog... Bral is nu nog heel veel wel aan het organiseren, maar ook dat is open, zowel voor deelnemers als voor niet-deelnemers. Dus het enige dat mensen in de plek hebben gekregen is hun... dat is wel zo, hun resultaat. En veel voldoening. Bon, il y avait la publication des résultats pour tout le monde, mais il y avait quand même un retour individualisé, donc un mail
étaient envoyés à tous les participants, donc en ciblant leurs résultats spécifiques au même moment que la carte était publiée ou les résultats étaient annoncés dans la presse. Donc y a comme, c'est pas que, qu'ils ont juste fourni les données et ensuite ils découvrent la carte pour Bruxelles et doivent se débrouiller. Ils ont également eu un retour individualisé quand même de leurs résultats de leur rue. Oui, bien sûr. Si la question était aussi pour les chercheurs d'air, je ne sais pas. Nous, on a une approche un petit peu hybride. On a donné les tubes gratuitement aux citoyennes et aux citoyens parce qu'on voulait pas qu'il y ait, qu'on voulait pas que le prix soit une barrière. Et pour les écoles, on a demandé aux communes de financer les mesures. Donc les communes ont payé, les citoyens n'ont rien payé. Et par rapport à la communication ensuite, on a organisé un petit événement, un drink avec les citoyens un petit peu avant la publication des résultats pour voilà, leur montrer qu'ils faisaient partie d'un groupe et qu'ils avaient fait ça avec d'autres personnes et leur expliquer un petit peu. Et on a fait aussi la même chose, on a envoyé un email avec les données individuelles pour chaque personne. Une chose peut-être intéressante, c'est qu'on a proposé aux communes d'organiser des séances d'information avec Bruxelles Environnement et il n'y en a aucune qui était intéressée par ça. Donc finalement, on ne l'a pas fait. Alors je suppose que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu trop de personnes qui sont allées râler. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais qu'il n'y a pas eu trop de personnes qui sont allées râler auprès des communes pour dire c'est inadmissible que mes enfants soient dans une école polluée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais voilà, c'est la conclusion qu'on a vue, nous. Oké. Okay. Ja, we nemen nog een laatste vraag en dan stel ik voor dat we eventuele andere vragen houden voor tot na het debat of het panelgesprek. Donc, c'est la dernière question. Oui. C'est peut-être quelque chose que vous avez dit mais que j'ai raté, mais quelle est la différence en fait entre Curiosonaire et les chercheurs d'air? Est-ce qu'il y a eu des synergies? Est-ce que c'est plus focus sur les écoles pour les chercheurs d'air ou juste pour comprendre en fait comment c'est complémentaire et qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Oui, donc ça fait partie du même projet qui a été financé par Bloomberg avec d'autres. Il y a d'autres projets aussi. La différence principale, c'est l'approche qualitative-quantitative. Alors, je ne veux pas, évidemment pas dire que le Curiosonaire n'est pas qualitatif, mais il est clairement quantitatif. Vous l'avez vu, il y a eu 3000 points de, enfin même plus, 3000 points de mesure ensuite. Alors que le nôtre était beaucoup plus petit. Par contre, il était sur 12 mois. Et comme j'expliquais, c'est la première fois qu'on avait des analyses qui étaient faites sur une période aussi longue, ce qui intéressait Bruxelles Environnement parce qu'ils vont, d'après ce qu'ils ont dit, pouvoir utiliser ça plus pour leur modélisation. Donc, je pense que c'est la différence principale. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ja, het zijn eigenlijk twee vragen. Eén, wat is het verschil in luchtkwaliteit op verschillende plaatsen overheen de tijd? Dat is les chercheurs d'air. En bij Curiosonaire was het binnen één maand, wat is het verschil tussen verschillende plaatsen? Okay. Dank je wel voor de vragen. Merci pour les questions. Eerste vraag van aan jou is, het team waar je deel van uitmaakt aan de Universiteit Antwerpen heeft niet alleen Curiosonaire opgezet, maar ook Curiosoneuzen. Pour ceux qui ne connaissent pas, Curiosoneuzen était un projet similaire en Vlaanderen. Daar deden 20.000 Vlamingen aan mee. Dat is daarmee een van de grootste burgerwetenschapsprojecten in Europa. Wat heeft jullie toen bezield, en ook nu om het opnieuw te doen, als ik het zo mag noemen. Wat heeft jullie doen besluiten om zo'n aanpak te kiezen met dus, de inbreng van burgers? Ja, ik denk deze voormiddag, voor de mensen die er ook bij waren, is er op een gegeven moment de vraag gesteld, kunnen burgers een bijdrage geven, hè, die je eigenlijk als wetenschapper niet kan alleen verwezenlijken? En voor mij het antwoord daarop is ja. Voor Vlaanderen, 20.000, dat is iets dat je als labo nooit op je eentje kunt doen. Je kunt niet een model, of dat nu voor Brussel is, hè, zo dat kaartje dat je er juist zag, of voor heel Vlaanderen, je kunt niet gaan testen, klopt dit op zoveel, op 20.000 of op 3.000 verschillende locaties. Dat kan je niet alleen met een team wetenschappers. Je hebt daar een hele groep burgers voor nodig om dat te doen. Dus het is eigenlijk bijna een noodzaak, want anders kan het niet.
Het was extra hulp eigenlijk. Noodzakelijke hulp. Want anders kan je nooit tot op zo'n niveau metingen of zo uitgebreid metingen uitvoeren. Totaal niet. Dus we hebben al die meetpunten ook echt nodig, want anders dan, zouden we dat niet... Allee, dus het is echt noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek dat ze uitvoeren. Ja. Want daardoor heb je andere conclusies kunnen trekken dan degene die je met minder meetpunten had kunnen trekken? Anders ga je nooit die verschillen zien. Anders ga je nooit het verschil zien tussen een straat waar lintbebouwing vrijstaand of half open bebouwing. Die grote, die vele verschillen die er zijn binnen Vlaanderen of binnen Brussel, ga je nooit kunnen blootleggen... als je dat zou doen met 20 meetpunten of met 30. Ja. Zagen jullie nog andere voordelen? Het is uiteraard ook gewoon wel een bewustmakingscampagne. Dat zijn altijd de twee heel belangrijke zaken geweest die wij naar voren schuiven. Je doet onderzoek met burgers, omdat je dat thema, dat is een heel belangrijk thema en dat is iedereen ademt lucht in. Hè. Ik denk dat het juist ook heel duidelijk is geworden. Dus dat moet naar voren geschoven worden. Maar anderzijds wil je wel kwalitatieve data verzamelen die wetenschappelijk ook een bijdrage levert. En dat zijn voor de curieuze neuzen eigenlijk altijd de twee pijlers geweest van het onderzoek. Ja, gaat het dan vooral om democratiseren van de wetenschap, van iedereen kan meedoen, of eerder de bewustmaking van het probleem, waardoor burgers... zich meer bewust worden van het probleem. Het is ook sowieso een bewustmaking van het probleem. En we ademen allemaal lucht in en we moeten er ook allemaal samen voor gaan om die luchtkwaliteit te verbeteren. En wetenschap kan het niet alleen. Dat we voor onszelf ook durven toegeven, dat we daar burgers voor nodig hebben. Ja. Dirk, gelden die voordelen die Fran net opnoemde, geldt dat ook voor jou? Of zie je nog andere voordelen aan wetenschap waar burgers betrokken bij zijn? Wel, ik wil er misschien nog even op terugkomen. Fran had daar straks een van de kaarten getoond, de simulaties van IRTL. En daar zie je dan de verkeersassen. Hè, en dat zijn simulaties gemaakt op basis van de officiële meetpunten. Maar als je dat vergelijkt met onze resultaten, hè, dan zie je dat die simulatie eigenlijk niet klopt. Hè. Dat het niet alleen die verkeersassen zijn, maar dat je... En dat is een van de grote bijdragen, vind ik zelf, en ook eye-openers van het onderzoek. Hè. Dat er een heel groot verschil is tussen meer dichtbevolkte gebieden die dan de armere gebieden zijn doorgaans, hè, en de rijkere gebieden waar er veel minder een issue is. Hè. En hadden we afgegaan gewoon op de simulaties en op basis van die meetpunten, dan hadden we dat nooit zo duidelijk geweten en gezien. Dus puur vanuit wetenschappelijk oogpunt is dit al heel rijke en belangrijke en politiek relevante data. Die ook aantonen van simulaties zijn interessant en belangrijk, hè, maar dat je zo'n groot meetnetwerk, dat echt een meerwaarde heeft. En daar inderdaad, zonder dan, ja, het inschakelen van burgers, hadden we die data nooit kunnen verzamelen. Allee, Filip Meisman, de initiatiefnemer van Curieuze Neus, die had ook gezegd, ja, als ik dat zelf zou moeten doen, dan tot aan mijn pensioen ben ik continu bezig en dan heb ik nog niet zo'n rijkdom van data. Dus die meerwaarde moet echt wel onderstreept worden. Daarnaast is inderdaad de uitdaging, en dat is voor een stuk mijn rol geweest in het project om dat op te volgen en nog steeds. Hè, wat is dan de impact qua citizen science op implicatie van burgers en bewustzijn rond de uitdagingen? En daar is het heel belangrijk, dat wil ik toch onderstrepen, het werk dat Braal gedaan heeft en doet. Want ik heb zelf voor mijn rekening genomen nu de opvolging met de sociologische enquête van de deelnemers. En als je kijkt van wie heeft zich ingeschreven, gerecruiteerd via Le Soir en de Standaard in Brussel. Met alle respect en super dat die deelnemers er zijn. Hè, maar... een beetje kort door de bocht, maar zelfs niet zo heel kort door de bocht. Hè. Dat zijn hoogopgeleide, zeer hoogopgeleide middenklassers. Hè. Vaak ook zonder migratieachtergrond. Hè. En gelukkig dat we hebben weten te diversifieren. Ja. Maar dus zo'n campagne zelfs, ook al is er veel aandacht besteed aan welke beelden gebruiken, welke boodschappen brengen we, dat het in de metro te zien is en zo. Zo krijg je mensen niet mee aan boord. Je moet echt het veldwerk doen, hè, dat dan de mensen van Braal hebben gedaan, om dat open te trekken en mensen erin in mee te sleuren. We zullen het zo over de uitdagingen hebben van burgerwetenschap, en dat is er zeker één van. Inderdaad, zien dat er een soort dwarsdoorsnede van de bevolking wordt betrokken, denk ik.
Maar om het nog eventjes op de voordelen te houden, of waarom burgerwetenschap zo'n voordelen kan hebben voor de wetenschap in het algemeen. Je zei, je liet daarnet al iets vallen in die richting. Er is misschien ook een soort educatieve rol, dacht ik, in een project als bijvoorbeeld Curiosenair, in de zin van dat mensen bijleren over wetenschap, bijleren over luchtkwaliteit. Heb je dat ook gemerkt, hebben jullie dat gemerkt om jullie heen misschien, dat mensen daardoor voor het eerst daar gaan over nadenken, over dat onderwerp? Wel, er zijn verschillende functies die je met citizen science kan nastreven. Hè. En ik denk dat ze allemaal legitiem zijn, maar dat je wel moet bewust zijn van de keuzes die gemaakt worden. Je kan citizen science opvatten als het willen reclame maken voor wetenschap, want dat kan het ook zijn. Hè. Van mensen warm maken voor het academisch onderzoek, voor onderzoek, en daar een brug leggen met... Dat kan één invulling zijn. Hè. Een andere invulling kan zijn van inderdaad aan bewustwording mee te helpen en in die zin een soort educatieve functie te vervullen, waar je niet alleen... Ja, uitleg verschaft, maar aan co-constructie gaat doen. En je hebt ook andere vormen nog van citizen science, waar het een beetje mensen begeleiden is in hun hobby en het wat te professionaliseren, dat ze een bepaalde interesse hebben, dat ze bepaalde middelen zoeken om het serieuzer aan te pakken en dat er vanuit de onderzoekswereld daar wel mogelijkheden zijn om dat te doen. En wij met rond luchtkwaliteit gaat het natuurlijk meer om bewustwording van de uitdagingen, een politieke dimensie die er ook in zit. Als bijeffect misschien ook een beetje reclame maken voor onderzoek en exacte wetenschap. Dat speelt voor een stuk ook wel mee. Dat professionaliseren van hobby, dat aspect nu niet. Maar dat zie je in andere vormen van citizen science. Bijvoorbeeld mensen die aan zeg maar wat familieonderzoek doen. Vandaar kan je ook mensen collectief laten actes digitaliseren en interpreteren. Dat zijn allemaal voorbeelden van... Historici op zich zouden nooit het werk kunnen verzetten dat een massa aan mensen die wel de capaciteiten hebben, de interesse en de tijd hebben, nuttig mee ingezet kunnen worden. Ja. Pierre, peut-être pour vous la même question. Quel avantage est-ce que vous voyez dans la contribution des citoyens à la création des connaissances de la qualité de l'air? Je pense que c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a plusieurs avantages. Donc un premier avantage, c'est ça permet de sensibiliser de manière durable, profonde, un grand nombre de personnes. À mon avis, plus de personnes que si on passe par la science conventionnelle avec un rapport qu'on écrit dans un bureau et qu'on publie ensuite. Parce qu'on va impliquer des personnes, alors 3000 ou 130 ou peu importe, ces personnes vont en parler autour d'elles et il y a, en tout cas pour nous, pour vous aussi, de manière générale j'ai l'impression, des retombées médiatiques qui sont assez importantes. Donc via ces retombées médiatiques, on peut aussi sensibiliser un grand nombre de personnes. Je ne suis pas sûr si... j'ai pas tout compris, mais je ne sais pas si vous l'avez dit, mais une limite, et je crois qu'il faut être très honnête avec ça, c'est qu'on reste quand même toujours dans les mêmes cercles. C'est très difficile de sortir des cercles auxquels on... On va en parler, en effet. OK, donc voilà, ça c'est la limite. Et au niveau de la sensibilisation, et après, il y a l'intérêt économique, c'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher de faire de la science collaborative que de faire de la science conventionnelle. Alors, je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre, mais voilà, c'est un fait. Donc, si on veut des données en quantité, ce qui était l'idée ici, travailler avec les citoyens et les citoyennes, c'est clairement très intéressant. Oui, désolé. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un point sociétal, parce que les gens ont l'idée d'être impliqués à un projet qui est plus grand? Oui, donc il y a clairement, surtout en ce moment, avec les discussions, avec les rapports du GIEC, etc., un besoin dans la population à Bruxelles comme ailleurs de participer à la lutte contre la pollution de l'air, le réchauffement climatique, etc. Donc ça, c'est quelque chose
qui nous a été dit par les personnes qui ont participé au projet quand on a organisé la petite soirée, en effet, que c'était très important pour elles de faire une bonne action quelque part, de participer à ce projet. Et ça crée aussi un petit peu, et je sais plus qui l'a dit, ça crée aussi un sentiment de groupe, de famille, je crois que c'est toi qui l'avais dit, qui ça plaît aussi beaucoup, en tout cas aux personnes qui ont participé à notre projet. Ouais. Merci. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la manière dont vous avez trouvé les participants de votre projet? Oui, donc encore une fois, assez similaire à ce qui a été fait pour Curiosionnaire. On a fait un partenariat média, donc nous c'était Le Soir et The Bulletin. On a fait de la communication donc dans les médias, sur les réseaux sociaux, pour essayer d'avoir un maximum de candidatures. On a fait ça pendant une semaine, on a reçu, maintenant je ne me souviens plus, mais des centaines de candidatures. Et ensuite, sur base de ces candidatures, on a fait une sélection avec Bruxelles Environnement sur des critères spatiaux. C'est-à-dire qu'on voulait des points qui étaient à proximité des axes routiers, puisqu'on voulait évidemment montrer le lien entre trafic routier et pollution de l'air, puisqu'on travaillait sur le NO2. Et on voulait aussi que les points soient que toutes les communes soient représentées. Voilà, donc il fallait que ça soit spatialement homogène, quoi. Ouais. Il y avait 130 personnes au total. Alors 130 points, donc il y avait une cinquantaine, 55 si je me souviens bien exactement, citoyens, citoyennes, 70 environ écoles, et puis il y a aussi Saint-Gilles qui voulait, je sais pas pourquoi, mettre une piscine, le job center, et voilà. Bon, donc il n'y avait pas que des écoles, mais c'était un peu une exception. D'accord. Ja, Raf, ook voor jou nog diezelfde vraag. Dan kunnen we de voordelen afsluiten, zeg maar. Wat zijn voor jou de grootste voordelen geweest van het betrekken van burgers bij een project rond luchtkwaliteit? Ja, het is een beetje zoals ik daar in mijn presentatie al zei. Voor ons is burgerwetenschap een methode om aan politiek te doen. Politiek bedoel ik zoeken naar collectieve oplossingen voor sociale problemen. Dus dat is voor mij het voordeel van citizen science. Is je gaat in een soort co-creatie tussen burgers, wetenschappers, organisaties, eventueel overheden, ga je collectief een probleem definiëren en collectief naar oplossingen zoeken. En wat wetenschap kan aanreiken, is een soort geëikte methode om iets te objectiveren. De vraag is natuurlijk, hoe geef je burgers daar de plaats in om die objectivering mee vorm te geven? En dat is soms moeilijk. Een wetenschapper zit soms met zijn ideeën en dan gaat zo'n burger met een heel andere realiteit. Dus... Maar dan komen we misschien met de uitdagingen. Dat is een heel lastig proces, maar ik denk wel een zeer vruchtbaar proces. Maar dan loop ik al wat vooruit. Nee, dat kan nu wel. Iedereen heeft kunnen praten over de voordelen, les avantages. Maintenant, les défis, peut-être. Kun je daar iets over zeggen? Want ja, het werd al gezegd dat jullie bewust zijn op zoek gegaan naar een vertegenwoordiging van alle Brusselaars, van alle bevolkingsgroepen, voor zover dat mogelijk is. Ja, een vertegenwoordiging van alle Brusselaars is onmogelijk. Wat je moet proberen te doen, is zoveel mogelijk ervaringen capteren in een project als deze. En bovendien wouden we een basis leggen om verder te kunnen werken. Wij willen nu ook in de jaren die komt, naar de punten die hier zijn aangeduid en de wijken die daarvan belang zijn, willen we terug naartoe kunnen gaan om daar net aan die collectieve actie te kunnen doen. Dus alle Brusselaars, nee. Maar dus zoveel mogelijk ervaringen capteren. En de uitdaging daarbij is, in dit project valt dat mee, omdat het een grote mediaproject is. Mensen moeten vooral data aanreiken. Bij de kleinschaligere projecten, waarbij mensen ook mogen de vraag stellen, waarom doen we dit? Wat is hier belangrijk? Dat is de uitdaging, iedereen op een lijn te krijgen. En hoe diverser je publiek is, hoe moeilijker dat wordt. Hoe homogener je publiek is, hoe makkelijker dat is. En dus daar zou je altijd een beetje mee tussen moeten schipperen. Ja, Dirk, ik denk dat jij ook nog een aanvulling daarbij had over het betrekken van zoveel mogelijk groepen mensen in de stad bij een project als Curiosionnaire. Oui, en effet, et pour rebondir là-dessus, je pense au niveau de la représentativité en termes de couverture territoriale, hein, c'était un succès. Hein. Donc on est présent dans quasi tous les quartiers, toutes les rues pertinentes, en fait, tous les espaces habités, on a des points de mesure. Donc,
que le profil de nos participants ne soit pas suffisamment divers, il soit biaisé vers les personnes plus hautement éduquées et plus riches, n'a pas eu des conséquences négatives pour la qualité de nos données. Par contre, c'est dommage en ce qui concerne l'aspect éducatif et l'aspect de politisation, dans le sens d'avoir un impact sur le débat public. Là, on voit que c'est les usual suspects qu'on a pu impliquer, à l'exception van zij die bewust betrokken zijn met meer tijdrovende technieken en het grassrootwerk dat de partner van Braal gedaan hebben. En ik denk dat dat een heel belangrijke les is, dat... ook al heb je, en daar moet ik echt wel zeggen dat het team super werk heeft gedaan om heel goed na te denken over de communicatie, toegankelijkheid van de websites, de strategie op sociale media, de keuze van de foto's. Je kan nog zo inventief zijn als je wil. Je gaat gewoon hetzelfde middenklasse, hoger opgeleid publiek bereiken. Als je wil het diverser maken, dan ga je toch het old-fashioned sociaal werk aanpak moeten doen, aanwezigheid op het terrein, niet rekenen op de sociale media, niet rekenen op de kranten, want dan ga je niet die diversiteit krijgen. En in alle eerlijkheid, ik was daar wel een beetje teleurgesteld over, want ik had gedacht dat de inspanningen die we hadden gedaan naar beeldvorming, dat die toch meer succes zouden opleveren. Ik kan dat misschien meteen even aanvullen. Dat is effectief zo. Het is traag en het is duur. En die boodschap overbrengen aan de financierders, dat is zo moeilijk. Dus nu hadden we een privéfinancierder, die begreep dat wel, maar het idee was toch, wij willen snel en onmiddellijk impact. En we zijn al bereid, toch al voor een jaar te financieren, wat dan niet niks is natuurlijk. Maar toch, er moet wel een onmiddellijke en een vrij accurate impact zijn. En het moet snel gaan. En dan komen wij met de boodschap af, ja, maar eigenlijk zouden we graag een jaar voorbereidingstijd willen hebben. En we willen ook iemand aanstellen die voor de medische huizen werklast kan wegnemen, zodat die met het publiek kan werken en met ons kan nadenken. Dat krijg je bijna niet uitgelegd. En de tragedie is een beetje dat ook bij de overheden, die rol wel zouden kunnen opnemen. Dat is niet voor elke overheid. Hè. De overheid, ik zeg dat niet graag. Elke administratie is anders, elk kabinet is anders. Maar er is wel een lichte tendens naar ook die logica, dat het moet sneller, met meer impact. En dat trage werk krijgt daar minder plaats in. Dus als we een boodschap hebben over hoe kan je burgerwetenschap inclusief maken en de toekomst ervan verzekeren, dan moet je traag werk kunnen toestaan. Maar dat verkopen, wie mij dat kan aanleren, hoe ik dat goed verkocht krijg, kom ik mij straks zeggen. Ja. Dat is inderdaad één aspect, hè. Dus die representativiteit van de resultaten, van welke groepen mensen kunnen we bereiken. Maar iets anders waar wij ook nog wel aan dachten, was de legitimiteit of l'objectivité, la légitimité des résultats. Comment peut-on garantir les résultats de recherche qualitatifs et objectifs? Et comment peut-on éviter que des préférences personnelles biaisent les résultats des recherches? Kun je dus voorkomen dat, ik zeg maar iets, dat iemand die zegt van ik wil bewijzen dat het in mijn straat heel slecht is, zelf zich gaat prutsen aan het meetbord, om het nu maar even kun je te stellen. Misschien Fran, kun jij er al iets over zeggen? Ja, want inderdaad, jij hebt het gezien, bij ons eindigde het met het opsturen van die meetkits en de rest was aan de mensen. Dus het is uiteraard spannend. Maar het eerste wat je mee start, is je meetmethode. Dus zowel bij de chercheur daar als bij Curieuzenaar is er gewerkt met die passieve buisjes. Daar is mee gewerkt, omdat die methode die is bewezen, die staat vast, daar is geen twijfel over. Dus wij moeten nu eigenlijk, als wij praten met een ICEP of met een Leefmilieu Brussel, moeten wij niet verantwoorden waarom dat we met die buisjes gewerkt hebben. Dat staat al vast. Plus die buisjes, een redelijk eenvoudige methode om te meten. Je moest die geel stopjes eruit hangen, ophangen en klaar. Ook heel veel tijd gestoken in de handleiding. Hoe moeten die buisjes geïnstalleerd worden? En dan nog gebeuren daar fouten mee. Dus we hebben buisjes teruggekregen die gevuld waren met water. Waarom? Omdat die ondersteboven geïnstalleerd waren. Dus met de open kant naar boven.
Dus je, en ook mensen die ons mailen. Hè, van, ik heb een bord gezien en de buisjes hingen aan de buitenkant van het bord en niet aan de binnenkant van het bord, waar je een andere luchtcirculatie hebt. Dus dat is een uitdaging, zeker omdat je daar eigenlijk geen vat meer op hebt. Hè, die buisjes zijn aan het meten. Maar wat je wel kan doen, is dus één zorgen dat je systeem oké is. Hè, dat je eigenlijk weet, in theorie moet dit werken. En dan achteraf is dat een heel grondige controle. Dus uit het labo hebben wij opmerkingen doorgekregen van je zat de spinnen in. Die zaten, dat was soms echt te gedetailleerd wat dat er allemaal in zat. Soms werd het gewoon omschreven als viezigheid, maar ik wou het soms niet weten. Maar goed, dus die opmerkingen hadden wij wel van het labo, wat belangrijk was. We hadden ook op elke site 2 meetbuisjes, ook heel belangrijk. Hè. Dus moest er iets zijn misgelopen met een meting, is de kans heel groot dat het verschil te groot was. Als het verschil te groot was, dan werd dat eruit gefilterd. Er zijn ook algemeen, hè, dus er zijn ook gewoon gecheckt op outliers. En we hebben ook alles op het einde geplot op de kaart. Als een hele zone goede luchtkwaliteit had en er zat dan één rood punt tussen, dan zijn we die mensen gaan mailen. Is er hier iets fout gelopen of niet? En zo zijn er bij ons toch wel een heel aantal punten van de kaart weggehaald, omdat wij die niet voldoende vertrouwden. En dat is ook waarom dat er een aantal mensen effectief wel een mail hebben gekregen van sorry voor jou... hadden we geen resultaat. Dus dat zit in die kwaliteitscontrole achteraf, die je wel heel streng moet doorvoeren. En die gaat eigenlijk nu nog door. Hè. Dus als Brel nu nog op stap ging, ze vertelden het er juist nog, dan zeggen ze ook van, ja, daar staat een punt in. En dat kan eigenlijk niet, of daar zijn te veel vragen over. En dan, allee, dus nu wordt er zo aandachtig naar die kaart gekeken, door mensen die de buurt veel beter kennen dan dat wij ze kennen, dat je er eigenlijk nu nog altijd dingen kan uithalen. En dat die dataset nog altijd beter kan. Donc, si je le comprends bien, vous changez encore des points de mesure sur la carte. Niet aanpassen, maar wel, als er te veel twijfel over staat, kan er nog altijd wel met die mensen contact opgenomen worden en zeggen van, oké, is hier iets misgelopen? Ja of nee? Dus dan kan het zijn... Of er veranderen nog dingen aan de kaart momenteel. Aan de kaart veranderen er geen dingen, want ze staan op de website, maar aan een database kan het zijn dat er nu mensen zeggen, ah ja, maar mijn bord hing niet aan die straat, maar hing aan die straat. Dan is dat voor ons nu nog altijd wel belangrijk om dat nog aan te passen. Dat gaat over misschien 10 punten in totaal op die 3000, maar dat is wel iets dat nog altijd beter kan, dankzij de burgers die er nu nog allemaal mee naar kijken. Dus dat is wel een belangrijk. Pierre, pour vous la même question. Comment vous pouvez garantir l'objectivité et la légitimité des résultats? Est-ce que vous avez fait, comme Fran vient d'expliquer, un contrôle de qualité après que les données ont été envoyées? Alors, ce qu'on a commencé par faire, c'est regarder un petit peu ce qui s'était fait ailleurs avant en Europe. Donc, il y avait évidemment l'exemple de la Flandre. On a regardé aussi ce qui s'était fait à Berlin, en Allemagne, en Italie, avec une association similaire à la nôtre. On leur a demandé leur protocole scientifique, qu'on a réutilisé, adapté un petit peu à notre sauce. Et ensuite, par rapport à ce que vous dites précisément sur le contrôle des données... Par la suite, on a travaillé avec un laboratoire accrédité, donc qui est spécialisé dans ce genre d'analyse, qui se trouvait en dehors de la Belgique. Alors, il se trouve que c'était en Suisse, mais ce n'était pas spécialement pour la neutralité. On aurait pu travailler avec un autre pays, mais voilà, il était en Suisse. Et en plus de ça, on a travaillé avec Bruxelles Environnement pour revérifier les données qui avaient été analysées une première fois par le labo. Donc, a priori, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, on n'a eu aucune critique là-dessus. On se disait qu'on allait peut-être avoir des critiques au niveau politique, mais on n'en a pas eu. Donc, visiblement, ça a relativement bien fonctionné. Et après, au niveau de l'objectivité, bon, je pense que c'est toujours un petit peu... on prend toujours une direction, hein, on veut toujours montrer quelque chose quand on fait ce genre de recherche. Je pense que ce qui rend la nôtre quand même un petit peu... On aurait pu être moins objectif, c'est qu'on a fait... Donc comme je vous l'expliquais, pour les citoyens et les citoyennes, on a choisi les emplacements. Par contre, pour les écoles, on a laissé les communes choisir les écoles. Donc on ne peut pas nous accuser d'avoir pris seulement les écoles qui étaient à côté du ring ou à côté de... d'une grosse route, quoi. Les communes ont choisi leur point. Oui, parce que dans votre cas, c'est quand même différent qu'avec Curiosener, qui vient d'origine, c'est l'université qui a pris l'initiative. Chez vous, c'est un groupe de citoyens.
Donc ça, c'est quand même une différence. C'est plutôt bottom-up au lieu de top-down, peut-être. Oui, ça vient de l'initiative vient de notre ASBL. Maintenant, encore une fois, on a fait quand même très attention à ce que ça, à ce que tout soit bien vérifié. Donc, à nouveau, on a travaillé avec ce labo, on a travaillé avec Bruxelles Environnement derrière pour que on aurait pu le faire tout seul. L'association dont je parlais tout à l'heure en Allemagne, ils font 100 personnes qui vérifient parce qu'ils ont maintenant accepté. Et les tubes fonctionnent bien, sont fiables, et voilà, on n'a pas fait ça. Mais vous avez choisi de le faire quand même avec Bruxelles Environnement et les labos à l'extérieur, je suppose, pour avoir une certaine légitimité ? Oui, bien sûr, exactement. Comme c'était la première fois, je pense, honnêtement, la grande conclusion du rapport technique de Bruxelles Environnement, que vous pouvez trouver si ça vous intéresse sur notre site internet, c'est les tubes sont fiables. Donc ils ont vraiment fait un gros travail pour montrer ça. Donc je pense que si par exemple l'année prochaine on voulait refaire la même campagne, je pense qu'on pourrait être légitime sans avoir besoin de repasser par eux parce que voilà, ils ont dit maintenant que c'était fiable. Donc, mais pour une première fois, je pense que c'était important. D'accord. Vu que c'est un panel et un débat, je vais quand même introduire un élément de débat. Et sans vouloir faire une controverse, mais je pense qu'il y a quand même une stratégie différente qui a été mobilisée par les deux projets. Sur la qualité de vos résultats, il n'y a aucun doute. Donc ça, c'est clair, on ne peut pas le mettre en question. Par contre, en ce qui concerne la stratégie, et c'est une stratégie qui peut être défendue, hein, qui est légitime, mais Curieuse a opté pour une autre stratégie. Chez vous, c'est une sélection où on prévoit déjà qu'il y aurait des résultats potentiellement mauvais vu que des points de circulation sont visés prioritairement et que la sélection des participants se fait également sur cette base. Dans la perspective de Curieusener, l'idée était plutôt d'avoir une couverture du territoire sans forcément devoir identifier spécifiquement uniquement les points les plus problématiques. Et je pense que là, en termes de stratégie, qu'on ne partage peut-être pas la même approche, et je souhaiterais, je ne sais pas si je vais y arriver, hein, mais vous essayez de convaincre que c'est peut-être mieux d'avoir une stratégie de sélection moins militante où on pourrait critiquer, ben on ne peut pas critiquer l'analyse des données, mais on pourrait critiquer l'échantillonnage des points de mesure. Tandis que quand on sait garantir que, en fait, notre objectif, ce n'est pas de démontrer qu'il y a de pollution de l'air à Bruxelles à tel endroit. L'objectif, c'est de cartographier l'état de la qualité de l'air partout, peu importe si c'est mauvais ou bon. Et ensuite, je pense que également avec un agenda plus militant et plus politique, que c'est peut-être plus efficace ou plus de légitimité. Ben, je m'avance peut-être, j'enfonce le clou pour avoir un peu de débat. Mais si j'étais à votre place, pour des éditions à l'avenir, je ne sais pas. C'est peut-être une stratégie à re-réfléchir. Parce qu'être mis, nous, je ne sais pas si je peux me permettre de parler au nom collectif, mais nous avons eu des débats là-dessus et c'était un choix délibéré de ne pas se positionner comme étant militant et ne pas se positionner comme étant... en se focalisant sur le problème de la pollution, on mesure la qualité d'air et bien sûr, les données sont ce que sont les données et ensuite, ça va provoquer un débat politique. Et dans nos arrière-pensées, bien sûr, nous souhaitons également avoir une meilleure qualité de l'air partout dans la ville, mais c'est une différence de stratégie et d'approche. Alors c'est un point dont on a beaucoup discuté dans les steering committees par exemple qu'on avait avec les autres et je crois que ça rejoint un petit peu la question que vous posiez tout à l'heure, quelle est la différence en fait entre les deux. Je crois que c'est ça, une grosse différence, c'est qu'il y a un acteur qui est académique et il y a un acteur qui est associatif et je crois que c'est aussi une grande force de ce projet, c'est qu'on peut, avoir les deux versions dans le même projet, on peut avoir une version relativement neutre qui est celle de Curieusener. Et on peut avoir une version beaucoup plus militante, et c'est tout à fait assumé. C'est la raison pour laquelle notre ASBL existe, c'est pour
encourager les élus à mettre en place des mesures ambitieuses contre la pollution de l'air. Donc, voilà. Et donc on voulait être beaucoup plus direct. Un exemple très concret, c'est l'échelle. Il y a finalement deux échelles qui ont été utilisées pour les deux cartes. On a fait aussi une carte. Nous, on a basé notre échelle sur la recommandation de l'OMS. Donc on a 4 ou 5 catégories. Il me semble, je ne sais plus si vous avez votre échelle ici, mais il me semble que l'échelle de Curie-Zenner est un petit peu différente. Alors les deux sont correctes, mais évidemment, il y a une prise de position. Enfin, on ne choisit jamais ce genre d'éléments au hasard. À voir si c'est plus efficace, si l'une est plus efficace que l'autre. Je pense que le plus efficace, c'est d'avoir les deux versions. Maintenant, évidemment, si on se rend compte dans les campagnes qu'on va mener maintenant que ça nous dessert d'avoir eu cette approche activiste militantiste, on peut évidemment changer notre fusil d'épaule pour le prochain, une potentielle prochaine campagne. Mais en tout cas, c'est ce qu'on avait envie de... C'est la direction qu'on avait envie de prendre pour cette première campagne. D'accord. Peut-être, ja, misschien Raphaël, ik jou eerst nog even de tijd geven om daarop te reageren. Ik weet niet of je daar een standpunt wil in innemen of neutraal blijven, dat mag ook. Ja, ik vind de tegenstelling militant-neutraal niet correct. Maar ik snap wat je wilt zeggen, hè, Dirk. Dat is ook effectief een verschil. We hebben ook intern gediscussieerd, hè, over die schaal daar, OMS versus de Europese norm. Er zijn een paar vergaderingen overeengegaan, omdat we daar als Bral ook wel even zaten van... Ja, maar ja, we willen toch ook wel die boodschappen daarin brengen. Ik ben wel tevreden met de manier waarop we daar een boodschap rond gevonden hebben. Maar waarom ik zeg is, wij zijn ook militant begonnen aan dat project. Maar we weten ook van, willen we op die schaal kunnen opereren met deze partners, dan moeten we het zo doen. Dat geeft ons ook veel meer legitimiteit. En dat geeft ons de kans om misschien niet... met deze boodschappenmethode, maar wel in de jaren erop, onze militante strategie, zeg dan maar, te versterken. Dus ik zag er als een stap naar. En misschien dat bij Chef Jardair de beslissing werd gemaakt, we doen het onmiddellijk. Dat is misschien een kwestie van hoe je ermee omgaat. Ja. Dus daarom, ik vind dat geen tegenstelling. Het ene voedt het andere. Ja, dankjewel. Nee. Iets anders waar ook iemand uit het publiek al naar verwees, is de praktische kant, die misschien ook wel een uitdaging is. Van, ja, hoe slaag je erin om mensen te motiveren om zich voor dit onderwerp te interesseren? Hoe hou je die betrokken? Hoe laat je die het hele traject doorlopen? In het geval van Curie-Zenner was dat een maand, in het geval van Richard Jardair een jaar. Dus dat is toch een te lange periode. Hoe bereik je dat en wat zijn daarin de uitdagingen? Ja, Fran, misschien kan jij er ook mee beginnen. Je hebt wel al gezegd over het betalen. Ja, maar het was natuurlijk wel meer... Nee, eigenlijk, maar... ja, oké, de metingen waren een maand, maar mensen schreven zich in juni en de metingen zijn dan gebeurd in oktober. En de resultaten waren er dan eind vorige een maand geleden. Dus eigenlijk is dat ook mensen een jaar lang toch gemotiveerd houden voor het project. Zeker die periode tussen het inschrijven, juni, tot het ophalen van hun meetkit, september, daar gaat een zomervakantie over. Hè. Dus mensen zijn dat al wat vergeten, dat ze zich hebben ingeschreven. En daarom ook, ik denk, we waren bij Universiteit Antwerpen ook wel, hè. Sanne was er, een collega van mij die echt op communicatie zich volledig heeft gesmeten. Dus dat gaat over nieuwsbrieven uitsturen, met dan die vertrekkende boodschap van we gaan eraan beginnen, we gaan starten, wat zijn de volgende stappen die jullie nu moeten ondernemen. Dus dat communicatietraject naar deelnemers toe, via e-mail dan wel, of via filmpjes delen, via social media, dat is enorm belangrijk om mensen te doen toeleven naar de start van dat project. En tijdens het project ook, om in te vullen, de enquêtes in te vullen, reminders op te sturen. Dat is een aparte administratie. Eigenlijk is dat een wetenschap op zich, om die motivatie te behouden, absoluut. Ja. En dan is de motivatie er inderdaad al. Hè. Denk je dat het feit dat Curieuze Neuzen al bekend was en al bestond, dat heeft geholpen? Want je kan vergelijken natuurlijk met toen, het toenmalige project. Was luchtkwaliteit een issue of moesten jullie mensen daar echt nog zien voor
Het was een issue, het bestond al. Mensen wisten ervan, er waren al artikels over. Maar door dat project is het eigenlijk nog meer op de kaart gezet in Vlaanderen. Dus was het moeilijker toen om deelnemers te vinden? In Vlaanderen? Ja, in Vlaanderen eigenlijk is het gestart in Antwerpen. Met heel het Ringland-verhaal. Dus dat was toen een heel actueel thema binnen Antwerpen. Dan is er daar eerst een onderzoek. Dus dan kwam het eigenlijk echt wel uit een vraag van we zijn hier nu bezig over luchtkwaliteit in Antwerpen, maar wat is het eigenlijk? Dus dat is eigenlijk de oorspronkelijke vraag geweest waar de curieuze neuzen uit vertrokken is. Filip vertelt dat gestart is op de achterkant van een bierkaartje. Ik was er toen niet bij. Maar goed, dat is dan groter geworden naar Vlaanderen. Als in Vlaanderen was een beetje jaloers van, verdomme, en wat is het dan hier? Dus dat is groter getrokken. En we merken nu voor Brussel, zeker bij de start van de inschrijvingen, hebben we dat heel nauwkeurig opgevolgd. De eerste mensen die zich hebben ingeschreven, waren wel voornamelijk Vlaamstalig, omdat die dat project gezien hadden of kenden vanuit Vlaanderen. Dus we hebben heel hard getarget op Franstaligen, om daar toch dat divers beeld, omdat die de curieuze neus niet kenden. Dus dat heeft ons in Brussel wel een soort van voorsprong gegeven, dat wij die naam al hadden, ook al stonden we er als curieuze nijren, niet als curieuze neuzen. Maar dat heeft voor Brussel zeker wel een voordeel gehad. Uiteindelijk zijn we geëindigd met 50-50, Nederlands-Frans. Dus dat is zeer mooi, maar daar is wel speciaal op... Le Soir heeft daar harder aan moeten trekken, denk ik, dan de standaard. Ja. Mag ik even aanvullen? Tuurlijk. Ik denk het voorbeeld van Antwerpen toont ook weer aan hoe er vanuit burgerbeweging die nood was. Dus ik denk dat een periode was dat Ademloos zeer actief was in Antwerpen en dan nadien nog Ringland. Dus daar was er een enorme beweging rond mobiliteit en luchtkwaliteit, waaruit dan het project en heel de innovativiteit gegroeid is. Dus daar zit dan de maatschappelijke druk en de nood om die vraag te weten. En dat is wat we daar straks in het debat ook gezegd werd. Het is een vraag die komt uit een soort maatschappelijke nood van mensen die iets willen weten, waardoor wetenschappers zeggen, misschien kunnen we het op een andere manier doen. Dus moet je mensen soms niet meer zo hard motiveren om deel te nemen, want ze willen het zelf al weten. Wij zagen dat ook in onze kleinschaligere projecten. Mensen zijn gewoon gemotiveerd om van begin tot einde te doen, want ze zitten met een intrinsieke nieuwsgierigheid. En ik denk zowel in Brussel als in Antwerpen zat je met een jarenlange beweging van organisaties die daar al mee bezig waren. Dus dat helpt wel om zo'n project vorm te geven. Ja. Tilly? Ik heb daar niks mee te maken, maar ik denk ook dat de piste die genomen is om een beetje op het communitygevoel in te spelen, ook te zeggen van ben je een curieuze nair, en ook de zichtbaarheid met die ce panneau immobilier qui sont visible, qui était visible partout dans la ville, hein, ce sentiment d'appartenir à un projet, à un groupe même, à une communauté, hein, je pense que ça joue un rôle également important et que ça a bien fonctionné. Hein. En daar zelfs, ik hoorde dat in de eerste weken als het liep, van dat er effectief over gepraat werd. En ik zie ook dat in sommige buurten, het is misschien niet altijd vergetelheid, maar dat er nog altijd curieuze naar borden hangen om zo te markeren van wij hebben hier aan meegedaan of wij vinden dit belangrijk. En dat vond ik wel een geslaagd aan de operatie. En opnieuw, dat is een pluim voor de collega's, want ik heb daar geen verdiensten. Maar ik denk dat dat wel een belangrijke les is geweest om dat communitygevoel erin te krijgen, ook bij dit soort projecten van burgerwetenschap. Ja, Pierre, on parle des aspects pratiques. Comment trouver les gens à participer et comment les continuer à motiver. Et on a parlé aussi de, vous l'avez entendu, de la communauté, de faire une communauté, comme ça les gens sont peut-être plus motivé. Je ne sais pas pour les chercheurs d'air, comment c'était facile de trouver les gens pour participer. Vous avez parlé déjà de la campagne dans les médias, mais est-ce qu'il y avait déjà vraiment une nécessité qu'il y avait en général que le public voulait savoir et comment vous avez réussi à les continuer, parce que ça prenait une année, vous avez dit, donc comment vous avez continué à les motiver pendant un an? Ouais, ça c'était vraiment le gros challenge de notre campagne, parce que donc tous les mois, il fallait installer les tubes, tous les mois les changer, et tous les trois mois nous les renvoyer par la poste. Alors avec les citoyens et citoyennes, ça allait, parce que c'est des gens qui ils avaient candidaté, ils étaient motivés, il n'y avait pas trop de problèmes, il fallait les relancer un peu de temps en temps. On a perdu deux personnes, un dès le début et puis une dame qui a arrêté de participer, mais c'est tout. Avec les écoles, c'était
mille fois plus compliqué parce que c'est pas les écoles en fait qui se sont inscrites pour participer, c'est les communes la plupart du temps qui ont dit ok, moi je mets 10 écoles, moi je mets 5 écoles, moi j'en mets une. Et donc les enseignants n'étaient pas nécessairement super chauds, les directions non plus. On était en période de Covid, on a eu deux confinements, donc les écoles étaient fermées. Alors il fallait essayer de trouver avec le concierge ou je sais pas qui. Ça c'était vraiment super compliqué et on était heureux à la fin que ça se termine parce que il fallait vraiment chaque mois. L'employée qui s'occupait de ça, elle passait une journée complète au téléphone pour relancer tout le monde. C'était compliqué. Et après sur la suite, il faudrait voir. Je pense que les gens, enfin les personnes avec lesquelles on était en contact, c'est clairement très motivé. À mon avis, si on les relance pour quelque chose d'autre, je pense qu'il y aurait pas de souci. Mais avec les écoles, c'est différent. D'accord. Il y a déjà un autre projet citoyen que vous avez en tête? Non, pour le moment, non. Donc, l'idée, c'est de transformer cette information en action. Donc, maintenant, on va travailler plus sur ce qu'on appelle les rues scolaires, donc de demander à ce que le trafic routier soit limité aux abords des écoles. Donc, on va se focaliser sur les écoles. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on refait une campagne de mesure de la qualité de l'air, science collaborative, à voir. Pour le moment, c'est point d'interrogation. D'accord. Dan misschien nog een laatste belangrijke uitdaging of voor burgerwetenschappers of voor organisaties die bezig zijn met burgerwetenschap, is impact krijgen op het beleid. Dat is vaak de bedoeling van een onderzoek en zeker vanuit een burgerbeweging als Les Chercheurs d'Air. Dus ik vroeg mij af hoe kunnen burgers volgens jullie aan de hand van citizen science onderwerpen op de politieke agenda plaatsen? En is dat nodig eigenlijk om dat te doen? Hoe kunnen we die resultaten dan ook... hoe kunnen we ervoor zorgen dat die resultaten ook door het beleid worden opgepikt? Ja, ik weet niet... Ik zie Dirk al knikken, dus... Oui, ben, question difficile. Je dois réfléchir ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Hein, parce que je suis quand même dans mon rôle d'académique. Ce n'est pas forcément dans notre mission de devenir acteur dans le débat politique. C'est notre rôle et notre responsabilité de stimuler le débat public et fournir des informations, mais pas forcément devenir soi-même un acteur politique. Et là, des mouvements citoyens ont bien sûr cette liberté et même cette mission, ce qui est moins le cas pour des partenaires universitaires. Ce étant dit, je pense que... moi, j'espère, en tout cas, le grand défi, quand on regarde les résultats, que c'est quand même les quartiers les plus pauvres qui sont le plus touchés, avec des résultats cyniques également, que les quartiers où il y a moins de voitures, qu'il y a plus de pollution. Et malheureusement, ces quartiers sont largement habités également, peuplés par des gens pour qui, en fait, cette thématique ne leur parle pas, ou ce n'est pas une vraie priorité. Je pense que le défi pour les années à venir, c'est d'informer d'abord, mais également convaincre les personnes concernées que ça a un impact sur eux. En ik hoop dat er meer gemobiliseerd zal worden vanuit de betrokken wijken. Je ziet het hier en daar al wel gebeuren. Een angst die ik daarbij voor een stuk heb, is dat je natuurlijk wel altijd een beetje met het risico ook zit van NIMBY-acties. Want je moet wel het grotere plaatje bekijken. En als we nu ook met de circulatieplannen... van, ik wil daar ook geen positie nu over innemen, want dat is nu mijn expertise niet echt. Hè. Maar je kan natuurlijk bepaalde wijken of bepaalde straten verkeersluw of autovrij maken. Maar dan, als er blijft, zolang dat we nog verbrandingsmotoren hebben en er blijft verkeer, dan gaat de druk op andere wegen natuurlijk verhogen. Hè. En dus dat is een beetje de discussies die nu... Het beleid dat nu moet gestalte krijgen. En dan kijk ik meer naar de mensen aan de overkant. Hè, van dat uit te denken van hoe dat op een sociaal rechtvaardige manier te doen. Dat het niet alleen weer enkel de meest mondigen zijn die hun zin krijgen.
En ook discussies over ja, impact qua gentrificatieprocessen en zo, die hier kunnen beginnen spelen. Hè. Want zo'n kaartje staat, dat wordt ook gelezen door immobiliënagenten en mensen die huisbezitters zijn en huurprijzen en zo. Dus dat kan allemaal ongewilde consequenties hebben ook. Hè. En dat is eerlijk gezegd waar ik een klein beetje mijn hart voor vasthoud. Hè. Van, aan de ene kant wil je dat er gemobiliseerd wordt op basis van deze data. En in de eerste plaats omdat men ziet, oei, slechte resultaat in mijn buurt. Maar dat, men tegelijkertijd, dat we er tegelijkertijd ook in slagen om de mensen tot de reflex aan te zetten. Maar het gaat niet alleen om mijn straat of mijn buurt of de school waar mijn kinderen zitten. Maar het gaat over heel Brussel, hè, en over het grotere plaatje. En ik denk dat dat een flinke uitdaging is. En ik hoop dat dat ook in de debatten, hè, maar ik kijk in de richting van Raf en Pierre ook, hè, van in debatten dat deze thematieken echt hè, aan bod komen en een plaats kunnen krijgen. En ik heb de indruk van de eerste echo's die ik zo gekregen heb, dat er toch vaak een NIMBY-reflex is, wat begrijpbaar is ook, hè? Maar dat is ook een gevaar, hè? In hoe lossen we dit op. Ja, Raf, ik weet niet of jij al reacties hebt gehad vanuit de organisaties die je mee hebt begeleid. Ja, het is een debat met veel hoeken en insteken, dus ik probeer even te zoeken waar we best beginnen. Is het een NIMBY-reactie? Ik denk deels... Ik hou niet van dat woord. Hè. Als jij aan jouw huis ziet dat vervuild is, mag je daarop reageren. Dat is niet NIMBY. Dat zeg je, het is hier vuil. Punt. Dus daar hou ik al niet van. Wat ik wel zie, is dat het heel moeilijk is om beleidsmaatregelen die hier een impact op te hebben, participatief te laten verlopen. En dan bedoel ik mee dat bijvoorbeeld nu de mobiliteitsplannen die al de gemeentes moeten gaan uitwerken, daar zijn dan allerlei participatieprocessen aan. Maar die zijn eigenlijk weinig participatief. Dat is, je mag eens een keer een post-it invullen, je mag wat info geven, daar wordt dan van alles mee gedaan. En dan gaat het de politieke black box in. Dan komt daar een consensus uit en voilà, we hebben een mobiliteitsplan. Maar dat vormgeven en mensen erbij betrekken. En de bedoeling daarvan is net wat jij zegt, Dirk, te voorkomen dat mensen door deel te nemen aan een collectief proces inzien, het gaat niet alleen om mijn straat, het gaat over mijn gemeente, het gaat over mijn stad. Ik kan er een rol in op spelen, er wordt rekening met mij gehouden, we gaan een evenwicht zoeken. Dat proces, dat hele trage, lange proces, dat vindt niet plaats of te weinig. En dat proberen we wel een rol in te doen door dat op onze manier leren met organisaties al te doen, dan die input te gaan leveren aan lokale overheden, aan gewestelijke overheden. We doen het in adviesraden, je doet dat via publieke standpunten, je gaat actie voeren. Dus dat is een waaier aan dingen die je doet, maar dat wordt gevoed doordat wij zelf op zoek gaan naar dat debat. Op kleinere schaal, wij zijn geen overheid, wij kunnen dat niet voor heel Brussel organiseren, maar wij proberen wel die ervaringen te capteren en het debat intern te voeren en dan de druk naar de overheid te zetten, ja, om daar rekening mee te houden. Ik wil misschien toch wel even teruggaan naar het originele verhaal over de luchtkwaliteit. Want je hebt het nu over participatieprocessen, maar dat is eigenlijk al een stap verder. Van hoe kunnen burgers die hier aan meegedaan hebben iets op de politieke agenda zetten? En is dat vooral van jou eigenlijk wenselijk dat dat gebeurt? Is dat een belangrijke reden om aan zo'n project mee te doen? Wij hopen dat mensen zich mobiliseren, hè, als ze dit zien. En dus je hebt een hele waaier aan dingen die je kan doen. Je kan je eigen gedrag aanpassen, dat is meer de individuele benadering. En zegt, ja, laat je auto staan, pak je fiets, dat soort dingen. Maar de invloed op je omgeving heb je niet altijd in de hand. Je hebt ook mensen die gewoon in het centrum wonen, ergens anders werken en dan met de fiets door slechte lucht moeten gaan enzovoort. Dus allerlei individuele gedrag, maar je hebt ook collectieve dingen die je kan gaan doen. Je kan je met je wijk gaan organiseren, je lokale schepenen gaan aanspreken, je kan proberen, via wat vaak gebeurt is in Brussel, via je school actie te gaan voeren. Er zijn organisaties als Cherche Cherdair, Braal, anderen die je daarbij proberen. Dus er is een hele waaier aan dingen die je kan doen. En we hopen dat mensen weten dat er aanspreekpunten zijn zoals wij, die ze kunnen aantekenen en zeggen, ik ben daarvoor bezorgd, ik wil daar iets rond doen. Maar om te zeggen voor burgers, ze moeten dat doen, dat ga ik niet zeggen. Ik ga zeggen, oké, waarom wil je hierop reageren? Waar wil je naartoe? En we gaan proberen na te denken en dat in een proces te steken. Ja, zijn er mensen die jullie al hebben gecontacteerd na Curiosoneer? We hebben een aantal infoavonden gedaan. We gaan nog een politiek debat doen, waarin we een aantal burgerbewegingen willen confronteren met de beleidsmakers, regionaal en lokaal. Met Brussel trouwens, dat gaan we samen doen. Dus daar zijn we nu mee bezig en ondertussen vangen we wel wat vragen op.
En ik verwacht wel dat we in de komende maanden dingen concreter gaan kunnen maken en zien wie we gaan samenbrengen. Heel veel reactie komt er in de eerste plaats op, we weten dit nu en de mobiliteitsplan komt eraan. Omdat dat iets zeer concreet is, die mobiliteitsplannen. En je vangt dan dingen op, bijvoorbeeld in Saint-Gilles, hoor je dan, het loopt hier niet vast, het politiek proces. Hoe kunnen we daarop inbreken? Hoe kunnen we dit gebruiken als hefboom om op dat proces in te breken en zeggen, het is echt belangrijk, je moet hier echt iets aan gaan doen. Mobiliteitsplannen komen er inderdaad aan, sommige zijn er zelfs al. En we weten dat die NO2 voor een groot deel door autoverkeer wordt uitgestoten, dus er is zeker wel een verband. Hebben jullie een politieke reactie eigenlijk gekregen? Ik weet niet, ik kijk ook naar Fran, hebben jullie vanuit het gewest of zo is er gereageerd op curieuze neer? Est-ce qu'il y a déjà eu une réaction sur votre recherche de la politique? Pour les deux projets, en fait. Alors, honnêtement, au niveau régional, alors c'était au niveau régional, c'est un petit peu spécial parce qu'on a travaillé, on a collaboré beaucoup avec le cabinet d'Alain Marron, donc il n'y a pas vraiment de surprise pour eux, donc il n'y a pas vraiment de réaction non plus. Et au niveau communal, on est maintenant en train de contacter, de prendre rendez-vous. Enfin, on l'a déjà fait d'ailleurs avec les 19 communes de la région. Pour ce que je disais tout à l'heure, transformer cette information en action, on est en train d'orienter cette action vers les rues scolaires, mais ça pourrait être autre chose. Et ce qu'on remarque, c'est que les communes sont très sont ouvertes au dialogue. Elles ont toutes accepté très rapidement de nous rencontrer. Donc c'est clairement en lien avec cette publication, parce qu'il y a un an, quand on les avait contactés pour autre chose, c'était beaucoup plus compliqué. Après, on verra si les paroles sont transformées en actes de leur côté. Mais en tout cas, c'est sûr que ça ne les laisse pas indifférents et qu'on est beaucoup plus écoutés, je ne dis pas entendus, écoutés qu'avant, ça c'est certain. En voor curieuze neer? Niet direct, wel naar aanleiding van mobiliteit. Denk inderdaad voor de rest. Zoals Pierre zegt, het kabinet Marron was wel betrokken, wisten ook wel dat de resultaten eraan komen. Dus daar is het publiek zeker op gereageerd, maar niet van oké, en nu gaan we dit of dat doen en hoe gaan we dat nog niet. Misschien dat nog komt ook. Het project is pas gedaan. En er gaan nog wel momenten genoeg komen dat het terug op de agenda komt. Dus ons onlangs ook, de LEZ ging normaal een nieuwe fase in. Dat is weer uitgesteld, de low emission zone. Dat is dan weer uitgesteld. Ja, dat is wel een moment waarop je dit kan gebruiken om te gaan naar het gewest te gaan zeggen, sorry, het is nodig. Kijk hoeveel punten we boven de 40 microgram hebben. Dat is de Europese norm. Dan de OMS-norm ligt die zeer zwaar overtreden wordt. Dus dan kan je dat echt wel gebruiken. En je kan meteen zeggen, en kijk eens wat een draagvlak je hebt om dat beleid te voeren. Wat daarvoor altijd gezegd werd, dat is er niet. Nu kan je dat echt wel zeggen. Nee, sorry, dat is er echt wel. Ja, als ik daarop mag aansluiten, ik denk dat de impact nog zal blijken. Hè. Die discussies die gaan komen de komende maanden en komende jaren. En dan kunnen politici hier niet naast kijken. Hè. Ik bedoel, je kan het licht van de zon niet ontkennen. Alleen, welke conclusies je eraan moet verbinden, dat is een ander verhaal natuurlijk. En we zien wel dat bepaalde politieke partijen nu gretig bepaalde boodschappen overnemen. En dat wel in hun narratief past. De anderen wat aan het aarzelen zijn, omdat ze zo niet goed weten van ja, wat moeten we hier nu mee doen. En interessant, zowel aan rechter als aan linkerkant. Ze komen er soms boodschappen uit de data die niet meteen in de lijn ligt van wat ze ideologisch liever hadden gezien. Maar iedereen gaat zich daar wel op moeten positioneren. En inderdaad, maar goed, ik wil geen voorafname nemen op die debatten. Het lijkt mij toch redelijk duidelijk dat beleid werkt. We hebben nog een verre weg te gaan, maar de resultaten zijn gewoon verbeterd als je het vergelijkt met 15, 20 jaar geleden. Vrij spectaculair zelfs, zou ik zeggen. Nog niet goed genoeg. We zitten nog ver boven de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar we komen van heel ver en we zitten nu eigenlijk al redelijk goed in grote delen van Brussel. Maar ook dingen die wettelijk gezien, want de Europese wet
is duidelijk, hè, dat is illegaal, hè, als er boven de 40 microgram is. Je kan daarvoor naar de rechter stappen, hè, en je gaat winnen. Dus daar moet ingegrepen worden. Maar dan, ja, veel opties, allee, die circulatieplannen, is het probleem gewoon verschuiven. Hè. Dus het is echt of minder verbrandingsmotoren, of die les harder invoeren, het rekeningrijden. Dus die stappen moeten dan wel nu gezet worden. Hè. Er zijn niet veel... Allee, het palet aan oplossingen is beperkt. Hè. Dus dan gaat men wel het achterste van de tong moeten laten zien. En ik hoop dat, ja, burgers hier dan ook de inspiratie in vinden om zich niet met een kluitje in het riet te laten sturen. Dat is al meteen, dat is misschien een ander debat. Hè. Circulatieplan is inderdaad het probleem deels verschuiven, maar verkeer, we hebben daar een heel artikel over gezegd, is geen water. Het is niet dat water vloeit naar andere wegen. Daar gaat ook een deel verkeer gewoon, zogezegd, oplossen. We gaan er een andere manier zoeken. Maar inderdaad, de low emission zone en de slimme kilometerheffing zijn absoluut nodig om dit aan te pakken en die autodruk naar beneden te krijgen. En wij zijn er een grote voorstander van, maar dat op een sociaal rechtvaardige manier invoeren, dat wordt een hele lastige. En dat hopen wij ook nu te bereiken door met in die ateliers ook naar oplossingen te zoeken. Hoe kunnen we dat op een manier doen dat voor een kwetsbaar publiek ook nog te doen is? Dat je een stap niet alleen maakt voor zij die het kunnen betalen. Hoe ontwikkel je mobiliteit die toegankelijk voor iedereen is? En daar gaan we, dan weet ik zeker dat ook Brussels Gewest rond wilt werken, heel wat lokale. Dus ik denk wel dat daar coalities te vormen zijn om een beter beleid te ontwikkelen. En misschien nog als laatste om erop toe te voegen. Wij spreken nu altijd over die 40, hè, en dat er maar in 1,5% van de gevallen naar boven zit, versus dan die 10. De kans is heel groot dat die 40 van Europa, hè, want de Wereldgezondheidsorganisatie is naar voren gekomen met die 10 in september van vorig jaar. Hè, dus dat is een hele nieuwe guideline dat er naar voren is geschoven. De kans is heel groot dat Europa die 40 naar beneden gaat halen. Hè. We weten niet naar hoeveel, dat is speculatie van onze kant, maar de kans dat dat naar 30 gaat, naar 20 gaat, op relatief korte termijn is groot. En dan kleurt die kaart totaal anders. En mensen weten het nu, hè, want daarvoor was het gewoon niet geweten. Dus het debat dat dan gaat starten op het moment dat die Europese norm gaat verstrengd worden, en ik vermoed niet dat dat nog heel lang kan duren, gaat wel een ander debat zijn dan het debat dat in 2010 gevoerd is over die 40, waar dat geen haan naar kraaide. Dus ik denk wel dat dat nog heviger gaat gevoerd worden op dat moment. Ja, dank jullie wel. Ik zou dan misschien nu de zaal willen uitnodigen als er vragen zijn. Nu jullie al die informatie hebben gekregen, want donc vous avez entendu tout ça, est-ce qu'il y a encore des questions du public? Si oui, levez votre main et il viendra. Of was er meer dan genoeg informatie? Blijkbaar wel. Oké. Wel, dan stel ik voor, ik ga nog even kijken naar de panelleden. Tenzij er iemand nog iets wil aanvullen op de voor- en nadelen, ja, van burgeronderzoek, dan cadeautjes. Ik moet reclame maken voor mijn publicaties van Brouw rond Citizen Science. Ik heb ze hier staan in een zak, kom er gerust eentje meenemen. Het is en français, en néerlandais en anglais. Donc, les trois langues sont représentées. Voilà. Dankjewel. Oké, dan stel ik voor dat we de panelleden nog een welverdiend applaus geven. En dank jullie wel voor jullie aandacht. Merci pour votre attention. Zo. Merci tout le monde. Bedankt iedereen voor jullie zeer gewaardeerde deelname aan de sessie. Voor jullie interessante presentaties en voor het debat achteraf. Ik denk dat het heel interessant was om nu echt in te gaan op twee concrete projecten, initiatieven. En dat een aantal van de zaken die vanochtend besproken zijn iets meer nog concreter maakt. En dus heel erg bedankt daarvoor.